Guus, gefeliciteerd en welkom bij de club. Dankjewel. Guus, stel je eens even voor. Ja, ik ben Guus Suppert. Ik kom uit Landgraaf. Ik heb 3 kinderen, een vrouw en 3 kinderen. En ik ben blij dat ik hier kan tekenen. Wat is je actieve carrière geweest, Guus, tot nu toe? Ik heb bij Rode JC begonnen toen ik klein was. Dan heb ik daar aan het eerste gevoetbald. Toen ben ik verhuisd naar Alkmaar, AZ Alkmaar. En daar heb ik 1,5 seizoen gespeeld, denk ik. Een halfjaartje na verhuurd aan Willem II. En toen ben ik de overstap gemaakt naar Sporting Lokeren in België. En nu Venlo, wat ben jij voor voetballer? Ik denk dat ik vooral het van mijn snelheid moet hebben, van mijn diepgang. Ik denk dat ik nog een redelijk goede voorzet heb en af en toe een goaltje kan meepikken. Je bent een veelscorende spits of een voorbereider? Ik denk eerder voorbereider, maar ik wil af en toe zeker mijn doelpunt ook meenemen. Nu kom je terug naar Limburg. Waarom kom je naar VVV? Waarom ik naar VVV kom? Ik denk, ja, sowieso, VVV speelt in de Eredivisie. Ik denk dat dat ook al weer heel goed is. VVV heeft ook getoond dat een stabiele club is op dit moment. En toen ik hier binnenkwam, eigenlijk al ook een hele warme club met de mensen die hier zitten. En wij zijn al wat langer in gesprek, zeg maar, over een eventuele verhuur, ook een jaar terug en een half jaar terug. En nu ben ik transfervrij en nu is het er eindelijk van gekomen. Oké. Wat zijn je doelstellingen persoonlijk? Ik denk om het allerbelangrijkste wat ik vind, is om plezier terug te vinden. Omdat ik heb een moeilijke periode gehad en ik denk dat ik hier weer lekker met plezier. Ik denk als je plezier hebt, dan komt het voetballen vanzelf. En ik denk dat de belangrijkste factor is om resultaat te halen. Wat wil je met de club bereiken? Ja, sowieso gewoon de handhaving van het volgende seizoen. En ik hoop hier en daar nog wat hoger te eindigen. Ik denk dat zoals het volgende seizoen op het einde zoveel wedstrijden ongeslagen te zijn. Ik denk dat dat heel mooi is voor een club als VVV. Nu heb je voor Roda gespeeld, je hebt voor AZ gespeeld. Je bent regelmatig hier in Stadion De Koel geweest. Wat was destijds jouw gevoel daarbij? Ik denk een mooi gevoel. Ik denk met Roda was het altijd wel een derby. Dus dat was altijd wel wat anders. En ik heb er een goed gevoel bij. De beruchte trap kun je ook altijd herinneren als je hier komt. Dus ik denk dat het altijd mooi was als ik hier was. En wij vernamen dat jouw overgrootvader hier aan de wieg van VVV, van de club VVV, heeft gestaan. Ja, klopt. Heeft dat nog meegespeeld in de keuze? Op zich wel. Ik denk dat je dan ook wel een beetje verbonden bent. Maar ik heb natuurlijk ook gebaseerd op de mensen die hier zitten natuurlijk. Omdat met de gesprekken die ik daarmee gevoerd heb. Maar dat is een leuke bijkomstigheid, denk ik, om wat erbij komt. Ik zeg, mijn moeder vond dat in ieder geval heel, heel erg speciaal. Ja. Wil je nog iets tegen de supporters van VVV Venlo zeggen? Ik ben blij dat ik hier ben en ik hoop dat wij een heel mooi seizoen voor een seizoen ervan gaan maken.